Hallo, in deze video gaan we radiatorverven behandelen. Iedereen weet wat een radiator is, neem ik aan, en die kun je schilderen. Vroeger of eerder, moet ik zeggen, had je speciale radiatorlak. In principe is dat niet nodig. Wat je dus niet moet doen, om gelijk een tip te geven, dat je niet een radiator gaat schilderen met verf op waterbasis. Want dit wordt namelijk ontzettend hard. En als de verwarming aangaat, haalt hij zo uit dat het op een gegeven moment kan scheuren. En zelfs tot afbladdering kan komen. Dus advies, geen verf gebruiken op waterbasis. Gebruik altijd een verf op terpentinebasis. En de speciale radiatorlak is eigenlijk zo samengesteld dat er dus heel weinig pigment in zit en dat het bijna niet verkleurt. Maar in principe kun je ook gewoon een alkiet of een verf gebruiken op terpentinebasis. Hoe ga je dan te werk? Nou, je begint altijd, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, je begint altijd een object of een voorwerp te ontvetten. He, want als je niet ontvet, zie je dat later in je schilderwerk. Dus met klem, nogmaals, hamer ik erop, altijd ontvetten. En ontvetten kun je doen met een allesreiniger. En er zijn heel veel soorten op de markt, heel veel producten op de markt moet ik zeggen. En een daarvan is Sint Marks, is echt een goede ontvetter. Heeft een heerlijke dennengeur. Alleen het nadeel is, je moet daarbij naspoelen. En ik zelf gebruik B-Clean. Het voordeel van B-Clean is, je hoeft het niet na te spoelen. Het is biologisch afbreekbaar en het effect is hetzelfde. Qua prijs maakt het niks uit. Dus als je het intikt op Google B-Clean, dus hoofdletter B-Clean, vind je dit product vanzelf. En je zult zien, het is ook geurloos, biologisch afbreekbaar. En we moeten toch met z'n allen een beetje aan het milieu denken. Nou, als je dus hebt geontvet, dan ga je schuren. Je gaat schuren met een schuurpapier van een korrel 180. En daarna ga je stof vrijmaken. En zie je nog kale plekken op je radiator, dan deze even voorbehandelen met een allesprimer. Met een allesprimer wil zeggen een primer die je kunt op hout aanbrengen, op metaal, op kunststof. Kijk even goed vooraf op het blik, dat het erop staat dat het ook op metaal kan. En als je dus geprimerd hebt, dan kun je pas beginnen met het aflakken. En voordat je begint met aflakken, doe de radiator even uit, zodat die koud wordt. Want bij een warme radiator schilderen is niet goed. Nou, daarna, als je alles stofvrij gemaakt hebt, ga je aflakken met een verf op terpentinebasis. En het meest voor de hand liggende is een witte verf. Een crème witte verf of iets gebroken wit. Wat je ook nog kunt doen is een additief aan de verf toevoegen. Een additief is een toevoeging aan de verf waarbij er een verandering optreedt in de verf zelf. En daar bedoel ik mee, of een bescherming. Als je namelijk het product Ovatrol toevoegt aan je verf, dan voorkom je roestvorming. Hè? Want een radiator is van metaal, voeg je er iets Ovatrol aan toe, dan is de kans op roestvorming veel minder dan als je het niet doet. Dus nou, hierna kun je gewoon de radiator aflakken met een kwast of met een roller. En in principe ben je klaar met het schilderen van een radiator. Wacht wel even minimaal 48 uur voordat je de radiator weer aanzet. En je hebt de radiator weer opgeknapt en hij ziet er weer fris uit. Mochten jullie nog vragen hebben over dit onderwerp of over deze video, kun je altijd een reactie achterlaten onder deze video. Ik wens jullie veel succes!